Ja, goedemiddag. Hopelijk is de presentatie goed te zien. Goedemiddag, ik ben Barry Scholten. Ik ben Key Account Manager Greenfields bij En Natuurlijk. En ik ben gevraagd om vandaag wat te vertellen over ons warmtenet in Enschede. Ik heb daarvoor een presentatie voorbereid met daarin informatie over in eerste instantie wie is nu En Natuurlijk. Ja, wie zijn we als bedrijf? Daarna informatie over met name de opwekkingskant. Warmtenet heeft natuurlijk een bepaalde bron nodig. Nou, in ons warmtenet in Enschede zijn dat meerdere bronnen. Daar staat wat informatie over meegenomen. En het derde deel van de presentatie zal ik wat meer uitleggen over de warmtebaan en de toekomst van ons warmtenet. Het warmtenet bestaat al enige jaren, maar de afgelopen periode hebben we hard gewerkt om dat warmtenet toekomstproef te maken met een aantal ingrijpende investeringen en een redelijk complex programma wat daarbij hoort. En daar kan ik u even doorheen praten wat daar is gemaakt de afgelopen periode. Ja, daarna sluiten we af met wat vragen en discussie. We kunnen natuurlijk in de chat uw vragen teruglezen. Dus als u vragen heeft, plaats in de chat en dan proberen we daar na afsluiting van mijn presentatie op terug te komen. Dus in ieder geval bedankt dat u tijd vrijgemaakt heeft. En hopelijk kunnen we er een mooie sessie van maken. Nou, dan En Natuurlijk. Wie is En Natuurlijk? En Natuurlijk is een warmtebedrijf. Wij zijn ontstaan in 2014 door de afsplitsing van Essent Warmte. Waarbij En Natuurlijk is ontstaan als zelfstandig warmtebedrijf. Op dit moment levert En Natuurlijk zo'n 85.000 consumenten, dus warmte en koude. Over het algemeen warmte, op sommige plekken koude. Maar we leveren ook warmte en koude aan zo'n 1200 zakelijke klanten. En dat kunnen bedrijven zijn, kantoren, dat kunnen woningcorporaties zijn die vervolgens die warmte ook weer doorleveren. Dus we zijn echt een warmtebedrijf. We produceren ook wel wat elektriciteit, maar vaak is dat een restproduct van het maken van warmte. Dus wij focussen ons echt op warmte en koude. Waarbij we echt kijken naar lokale duurzame bronnen en kijken hoe we die lokaal kunnen inzetten. We zijn een landelijk opgericht warmtebedrijf, maar we zeggen wel dat we met name sterk zijn in de regio met regionale projecten van kleine tot grote schaal. Nou, dan kun je bij denken aan een biomassacentrale, zoals ook in Enschede een rol speelt, maar ook bijvoorbeeld restwarmte uit industriële processen. Maar ook andere duurzame bronnen die we aan het ontwikkelen zijn. Nou, hier staat een rijtje van projecten van ons. En natuurlijk heeft zo'n 80 assets in Nederland. Ja, waar we het zo meteen over gaan hebben, is het warmtenet in Enschede, waarbij we restwarmte van Twents betrekken. We zijn op dit moment bezig in Leeuwarden met een warmtenet wat gevoed gaat worden door geothermie. Dat doen we samen met Shell, EBN en nog wat andere partners. Waarbij we in Leeuwarden warmte uit 2 kilometer diepte willen gaan onttrekken om daar een warmtenet mee te gaan voeden. Dus heel spannend project. Redelijk ook uniek in Nederland om op die schaal geothermie toe te passen in de gebouwde omgeving. Verder hebben we nog projecten waarbij we laagthermische bronnen gebruiken. Nou, een voorbeeld is Hintermerpoort in Den Bosch, waarbij we warmte uit oppervlaktewater opslaan in een WKO-systeem, warmte-koudeopslagsysteem. Om daar een appartementencomplex mee te vormen met 450 appartementen. Dat is een aquatomieproject. Dus een project dat al zo'n jaar of 10, 12 in bedrijf is. Waarbij we dus aquatomie warmte uit het water halen. Dat is misschien ook wel een mooi voorbeeld van kleinschalige projecten met lage temperatuurbronnen. Verder in Gelderland hebben we ook nog een project Apeldoorn. Daar hebben we restwarmte uit biogas van de rioolwaterzuivering, wat we naar warmtenet leveren. Breda Tilburg staan hier genoemd. Daar onttrekken we restwarmte uit de RWE-centrale. Ook deels biomassa, wat daar gebruikt wordt. Eindhoven, daar zit ook ons hoofdkantoor. Daar halen wij warmte uit biomassa, onder andere. Helmond, dat is een project waar ik ook persoonlijk bij betrokken ben. Dat is wel een interessant project. Daar hebben we nu 2 stacks staan die met gas en turbines warmte maken. En we zijn nu een project begonnen daar een traject begonnen met de gemeente en de provincie. Om te kijken of we een van die stacks kunnen vervangen door een duurzaam alternatief. Daarbij kijken we naar restwarmte uit de composteerder.
Maar we kijken ook naar een grootschalige toepassing van aquatemie. Dus daar gaat aankomende maanden gaan wij daar een groot onderzoek naar doen. Samen met gemeente en provincie om te kijken wat een duurzaam alternatief kan zijn voor de huidige steg. Het netwerk in Helmond zijn zo'n 6500 afnemers die op een bestaand warmtenet zitten. Hoge temperatuur is een bijzondere uitdaging om daar met lage temperatuurbronnen zoals aquatemie of restwarmte een deel van de warmte te kunnen gaan voorzien. Nou, verder zitten we ook in Maastricht met restwarmteproject, Sittard met biomassa en restwarmte. En Tilburg heb ik al genoemd. En daarnaast hebben we nog een aantal kleinere objecten in de landen waar we ook over het algemeen nog met WKK's werken. Waarbij we ook aan het kijken zijn of we die in de toekomst kunnen verduurzamen. En daar heb ik straks ook nog wel wat informatie over. Dan onze visie. Wij zeggen dat eigenlijk ons bestaansrecht is om duurzame energieprojecten te ontwikkelen. Samen met onze klanten, waarbij in eerste instantie dat zijn de gemeentes en woningcoöperaties. Maar we zien dat een warmteproject alleen slaagt als je daar ook uiteindelijk de eindklant bij betrekt. En verder zijn we afhankelijk natuurlijk van het eigenlijk het landelijke kader wat er staat vanuit onze Rijksoverheid. Met de warmtewet, warmtewet 2.0 in ontwikkeling, klimaatakkoord, maar ook meer de beweging die Nederland er nu op gaat met aardgasvrij en ook duurzaamheid. Dus wij zien echt dat we daar een bestaansrecht hebben. En eigenlijk onze missie en visie daarin is om eigenlijk die duurzame energie in Nederland ook dichterbij te brengen en ook lokaal beschikbaar te maken. Nou, en natuurlijk is, wat ik zei, een afsplitsing Essent uit het verleden. Daarin hebben wij twee aandeelhouders. Dat is het PGGM, dat is het Nederlands Pensioenfonds. Het Nederlands Pensioenfonds ziet ons als vehicle voor het ontwikkelen van duurzame projecten. Waarbij wij de pensioengelden mogen investeren in duurzame projecten. Met een enig rendement over lange termijn. Maar waarin we dus met de pensioengelden in Nederland duurzame dingen mogen doen. Daarnaast is Veolia voor 20% aandeelhouder van Ennatuurlijk, waarbij Veolia onze technologiepartner is als het gaat om beheer en onderhoud van onze assets en installaties. Nou, wat ik al zei, een stukje duurzaamheid en groei. Daarboven hangt eigenlijk meer de landelijke doelen die wij als Nederland opgelegd gekregen hebben. Die zijn ooit in Parijs ontstaan en zijn zo vertaald naar het Nederlands Klimaatakkoord. En het klimaatakkoord zegt nu eigenlijk dat in 2030 zo'n 1,5 miljoen huishoudens van het gas af moeten. Op basis van die landelijke ambities hebben we als Ennatuurlijk gezegd, wij zijn een van de drie grootste warmte- en koude bedrijven van Nederland. Dus wij gaan onze doelen daar ook op eiken. En wij zeggen, we moeten echt groeien met zeker zo'n 15.000 woningen per jaar. Dat zal misschien de eerste jaren nog wat moeilijk worden. Maar zeker over 5-10 jaar willen we die groei bestendigen door onze warmtenetten uit te breiden. Maar ook door nieuwe warmtenetten te stichten. En daarnaast hebben we een ambitie opgelegd, onszelf een ambitie opgelegd als het gaat om duurzaamheid. Waarbij we zeggen in 2030 willen wij 70% duurzamer zijn dan een gasgestoken cv-ketel als referentie. Dat betekent aardig wat. Dat betekent dat we in heel veel van onze netten die nu deels nog gasgestookt zijn, alternatieve bronnen moeten gaan aanwenden. Moeten gaan kijken, kunnen we die netten wellicht ook naar lagere temperaturen brengen om ook alternatieve bronnen in te zetten. Nou, waar zetten we dan op in? Wij willen echt die partner zijn in de energietransitie. Dus we kijken echt naar proeftuin aardgasvrije wijken die nu binnenkort hopelijk horen waar de subsidies verleend worden. Daar willen we ons inzetten als kennispartner en als ontwikkelingspartner. Niet alleen bij de projecten die subsidie krijgen, maar ook projecten waarbij de subsidie niet verleend wordt. Hopelijk kunnen we dan gezamenlijk toch nog die projecten lostrekken. Ja, de verduurzaming van onze warmtenetten heb ik al gezegd. Enschede is daar een mooi voorbeeld van, daar komen we straks op terug. Maar ook de ontwikkeling van nieuwe netten met duurzame warmte. En niet alleen dan grote netten, maar ook kleine collectieven. Daar zien we een grote markt ontstaan met middentemperatuur en wellicht ook lage temperatuurnetten. En de ontwikkeling van duurzame bronnen. Voor de geïnteresseerden, wij hebben dit jaar ook ons blad ontwikkeld. Daarin staan onze visie over verduurzaming en daar staan ook onze warmte-etiketten.
waarin uitgewerkt is hoe duurzaam onze warmtenetten zijn, onze grootste warmtenetten. Maar ook wat onze plannen zijn voor verduurzaming daarmee. Wellicht interessant om die nog eens een keer na te slaan, ook op de vraag via onze website. Dan naar waarvoor wij vandaag bij elkaar zitten, het warmtenet Enschede. Even, waar is dat warmtenet in Enschede? En natuurlijk zit over heel Nederland. Maar zoals je hier ziet, zitten we ook zeker in Gelderland en Overijssel met een aantal objecten. Waarbij denk ik Apeldoorn een mooi voorbeeld is, heb ik genoemd. Biogas uit de RWZI, wat met de WKK wordt opgewerkt naar warmte en elektriciteit. En dan hebben wij in Zwolle een aantal kleinere inrichtingen en Deventer. En dan hebben we Hengelo en Enschede, waarbij Enschede een van onze grootste metropolen op dit moment is als het gaat om warmte. Het warmtenet in Enschede hebben wij een prijs voor ontvangen, omdat het warmtenet in Enschede benoemd is tot het duurzaamste warmtenet van Nederland. De reden daarvoor is dat we uiteindelijk uitkomen met een equivalent opwekrendement van 600%, dus een EOR van 600%. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat we 80% minder fossiele brandstof nodig hebben voor onze productie van warmte daar. Nou, we hebben daar een certificaat voor ontvangen, een kwaliteitsverklaring. Maar je ziet ook dat die duurzaamheid ook ontstaat door de samenwerking met de partners die we daar hebben. Enerzijds onze bron van warmte, dat is Twents. Daar zal ik ook nog wat een en ander over vertellen. Anderzijds natuurlijk ook onze samenwerking met de gemeente. Waarmee we ons netwerk kunnen uitbreiden en ook uiteindelijk die duurzaamheid ook ten gelde kunnen maken. Want met alleen duurzame productie zijn we niet. We zullen het ook ergens moeten afgeven. Aan de rechterkant van de presentatie van het scherm ziet u de mix die we in 2019 hebben voorzien. Van onze warmte. Dat is hoofdzakelijk restwarmte uit afvalverbranding en biomassa. Er wordt ook nog een deel biogas gebruikt, wat met name startgas is en vergistingsgas. Dus daarin zien we eigenlijk wat de samenstelling van onze warmteproductie is. Nou, dan even het project, de warmtebaan Enschede, de oude situatie. Dit is eigenlijk ons warmtenet enkele jaren geleden, waarbij we aan de linkerkant zien Twents, dat is zeg maar de afvalverwerkingsinstallatie. En dan zien we een aantal wijken daar liggen, met daartussen de warmtenetten. Nou, als we dan even kijken naar het verleden, dan was het zo dat het afzonderlijke warmtenetjes waren. Waarbij we dus vanuit Twents warmte leveren aan een aantal wijken. En dat we een aantal individuele warmtenetten hadden. Zoals Tatstal, Roombeek en Deppenbroek. Waarbij de laatste drie nog geënt waren op WKK's met piekketels. Waarbij we het warmtenet van Twents al wel duurzame warmte beschikbaar hadden. Dus vanuit die situatie zijn we gaan kijken van oké, kunnen we die duurzame warmte beschikbaar op Twents wellicht inzetten ook in de warmtenetten elders in Enschede. Nou, dit geeft even aan hoe die warmteopwekking van het warmtenet eruit ziet. Dan enerzijds de opwekker van warmte. Vervolgens aan de andere kant zijn natuurlijk de afnemers van warmte, waarbij met een afgiftecent de warmte op hoge temperatuur de woning ingebracht wordt. Daarmee kan tapwater geproduceerd worden. En de ruimte verwarmd worden. En daartussenin zit zeg maar ons netwerk en de bijbehorende diensten. En natuurlijk kunnen wij een integrale warmtebedrijf. Zijn wij een integraal warmtebedrijf? Die rol kunnen wij spelen. Waarbij we van opwek tot en met afgifte een rol kunnen spelen. Maar we zien in heel veel projecten dat we een deel van de keten beheren. Net als hier bij het warmtenet in Enschede. Waarbij we zeggen, wij kopen de warmte in bij Twents. Vervolgens brengt Twents dat deels naar ons warmtenet. En verder doen wij de distributie van de warmte naar de eindklanten toe. Met daarbij onze back-office, facturatie, klantenservice, onderhoud, beheer en dergelijke van het warmtenet. Dus we zien dat we daar een klein deel van de keten bij Twents hebben liggen. En de rest van de keten doen wij zelf. Nou, ik heb even een plaatje bijgezocht met wat meer details. Hier zien we zeg maar in het geel. De warmteleiding van Twents, die gaat naar het WKC-terrein, waarbij wij de warmte verder distribueren naar een aantal primaire net naar een aantal wijken. Eén gaat naar het noordelijk stuk, naar de universiteitscampus.
En de rest gaat meer richting oosten naar Helmerhoek en Wesselbink. En vanuit daar zien we groene leiding naar boven. Dat is al een deel van de warmtebaan, fase 1. De paars is fase 2. En er is ook nog fase 3 die in het plaatje verderop nog mooi zichtelijk is. Nou, als we dan kijken naar Helmerhoek, dan zien we daar zeg maar primaire leiding in het rood. En op een aantal plekken hebben we daar onderstations staan die de warmte omzet naar onze secundaire netten die vervolgens gekoppeld zijn aan de woningen. Nou, dan de productie van onze duurzame warmte. Zoals ik al zei, de warmte kopen we in bij Twens. Twens is een grondstoffen- en energiebedrijf. Waste to energy is daar eigenlijk de belangrijkste term voor duurzaam inzetten van reststromen. Waarbij we zien dat in Nederland natuurlijk heel veel gerecycled wordt aan afval. Maar dat betekent niet per se dat we minder afval hebben. Zeker niet wat in Twents gebruikt wordt. Dus daar zie je juist door recycling en steeds meer afvalstromen blijven in Nederland. Blijft er ook steeds meer afval over wat niet verder gerecycled kan worden. En dat biedt dan een grondstof voor energieopwekking. Dus we zien eigenlijk dat de eerste stap is het recyclen, hergebruik van afval. En het afval wat ingezet wordt voor energie is een reststroom die niet verder verwerkt kan worden. En daar wordt dus energie mee gemaakt. En als we dan even kijken in het tabelletje onder, dan zien we dat afval dan voor een groot deel bestaat uit biogeen materiaal. Nou, dan moet je denken aan hout of papier, tuinafval, voedselresten. En voor het aandeel biogeen materiaal, dat is zo'n 53%, zoals gesteld door de overheid, mogen wij duurzaamheid kwalificeren, omdat het in principe een bio-achtige grondstof is. En dat aandeel mag als duurzaam worden weggezet. Nou, als we dan ook kijken wat we dan nog meer betrekken bij Twents, is dat we restwarmte halen uit de rookgaskoelers, onder andere. En een aantal processen waar we dus restwarmte echt uit betrekken, die anders zeg maar in de lucht zou verdwijnen. En redelijk recent is er een biomassacentrale beschikbaar gekomen, waarbij we dus gebruik maken van biomassa, die reststroom biomassa, die ook voor warmteproductie wordt ingezet. Ik heb daar ook nog wat meer informatie over. Verder is Twents ook nog druk in de ontwikkeling van CO2-afvang, waarbij CO2 zeg maar, uit de stromen worden gehaald om ingezet te worden voor de glastuinbouw of industrie. En daarin willen ze echt doorpakken aankomende jaren om uiteindelijk naar CO2-neutrale energieproductie te kunnen gaan. Maar waar we nu al staan is dat we zo'n 91% CO2-besparing al kunnen halen. Maar het doel is om in 2040 echt CO2-neutraal te zijn vanuit Twents. Nou, dit is even een samenstelling van de warmteopwekkers die in Enschede beschikbaar zijn. We zien daar twee rookgascondensors. Eén is 4 megawatt rookgascondensor en de andere is 3,2. Dus dat is bij elkaar al 7 megawatt aan warmte die anders de lucht in zou gaan. Biovergister, nou, dat is een bron van ons biogas. Dan de biomassacentrale waar biomassachips worden verwerkt. Dat is zeg maar snoeihout wat versnipperd is en gedroogd. En dat stoken wij als biomassa op die locatie. En uit die biomassacentrale halen we dus ook de rookgaswarmte. Waarmee ook de kwaliteit van de rookgassen verbeterd worden. En fijnstof en stikstof ook beperkt worden. Vervolgens zien we eigenlijk de grootste opwekker in het hele plaatje is de afvalverbrandingsinstallatie, dus de AVI, met zo'n ruim 100 megawatt. En dat zijn 3 verbrandingslijnen, waarin, wat ik al zei, restafval uit de regio Twente verwerkt wordt. Nou, verder staan er nog een aantal hulpketelcentrales voor onze backup en piek, als het gaat om Twents. Die worden ingezet als er een piekbelasting is of als het vries buiten. Die zijn nog wel op gas, grotendeels. Maar dat zijn echt noodvoorzieningen. Maar ook mocht het in Nederland toch een aantal weken gaan vriezen. Dan zien we dat we een groot deel van onze warmte uit duurzame bronnen kunnen halen. Omdat we toch nog afhankelijk zijn van een klein beperkt deel van warmte uit onze fossiele opwekker. Nou, dan de warmtebaan in Enschede. Wat het plaatje al laat zien, is dat ons net eigenlijk verspreid over het hele gebied lag. Met name
Twents-net als basis, met daar verderop een aantal losse elementen. Nou, wat we eigenlijk met een warmtebaan hebben geprobeerd, is met investering in 8 kilometer binnenstedelijke leidingen, al die losse delen met elkaar te verbinden. En wat je eigenlijk in dit plaatje ziet, is dan het paarse deel, het rode en het groene. Dat zijn warmtebanen, respectievelijk 1, 2 en 3. Het blauwe lijntje wat er staat, is nog een concept waarbij we nadenken over het sluiten van de ring. Dus dan zouden we ook via, zeg maar, het westen naar het oosten, zeg maar, de ring kunnen sluiten en daarmee ook het systeem nog robuuster kunnen maken, maar ook nog verdere groei kunnen stimuleren. Nou, stap 1 voor de warmtebaan was het ombouwen van de biomassacentrale, om daarmee meer duurzame warmte te produceren. Ja, wat ik al zei, 8 kilometer aan binnenstedelijk tracé is aangelegd om al die losse onderdelen met elkaar te verbinden. Nou, daar zit een investering aan van rond de 15 miljoen euro. En daar staat platforminvestering. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat er natuurlijk met de aandeelhouders de keuze heeft gemaakt om deze investeringen te maken zonder dat daar direct een klant aanhangt. Daarmee zeggen we, wij doen deze voorinvestering met de verwachting dat we in de toekomst gaan groeien. Deze investeringen in eerste instantie niet per se een rendement opleveren, maar wel zorgen dat we bestendig in Enschede duurzame warmte beschikbaar gaan krijgen op alle plekken en daarmee ook kunnen groeien. Ja, met deze koppelingen van Tattersal, Roombeek en Deppenbroek aan Twents zien we ook dat we eigenlijk met de minder inzet van de gasketels en de WKK's op die locaties een enorme besparing aan aardgas kunnen voorzien. Omdat we de warmte nu bij de biomassacentrale in Twents op kunnen halen. Dus we zien ook dat we op die losse warmtenetten, dat we daar ook bijvoorbeeld WKK's uit kunnen faseren. Dat we daar nog wel backup laten staan in sommige gevallen, om te zorgen dat als het vriest of als er calamiteiten zijn, op die locatie wel backup kunnen leveren. Alleen de inzet van die installaties zal echt teruggedrongen worden naar alleen piek en backup, waarbij we in principe zoveel mogelijk warmte proberen te betrekken van Twents. Ja, de laatste fase die afgerond is, is leggen van leidingen door de wijken van Meckelholt en Deppenbroek vanaf de stadsaart Roombeek. In totaal ligt er nu zo'n 200 kilometer aan warmteleidingen in de grond. Nou, hier zie je nog een keer uitgesplitst de tracés die daar zitten. En ik heb een heel kort filmpje waarvan ik hoop dat het geluid het doet, over de aanleg van de leiding door het binnenstedelijk gebied. Even kijken. Oh, dit is niet de juiste. Het is altijd listig. Even kijken. Nou, die wordt lastig. Ik probeer hem straks na afloop van de presentatie even te laten zien. Maar wat ik eigenlijk hier mee wil laten zien is de aanleg van een gestuurde boring onder een kruispunt door. Om te laten zien wat het inhoudt om een leiding door zo'n druk stedelijk gebied te laten zien. Die pak ik aan het eind van de presentatie nog even voor u op. Want het is erg mooi om te zien hoe dat tegenwoordig heel effectief gemaakt kan worden. Nou, dit is nog even wat verder ingezoomd. Waarbij je ook gelijk kan zien van wat zijn nu de overwegingen die we als warmtebedrijf moeten maken. Onder zien we Roombeek, boven zien we Deppenbroek. Daartussen zien we een groot aantal wijken. En wat je vaak hebt bij dit soort projecten is dat er een soort kip of ei discussie is. Er zijn de warmteafnemers, die komen natuurlijk nooit allemaal tegelijk. Ze willen nooit allemaal tegelijk aansluiten. Dus je moet daar warmteinfrastructuur aanleggen, enerzijds secundair of enerzijds primair net om Roombeek aan Deppenbroek te knopen. Maar onderweg kom je dus een aantal locaties tegen waarbij je dus afnemers wil gaan koppelen. De vraag is altijd, als je geen warmteleiding hebt liggen, kun je geen afnemers koppelen. Anderzijds, als er geen afnemers zijn, kun je die leiding niet aanleggen omdat het de business case niet boven water is. Nou, wat we eigenlijk gedaan hebben, is dat we gezegd hebben, voor deze wijken
gaan wij die leidingen aanleggen en gaan wij in ieder geval mee met de openbare werken die er liggen, bijvoorbeeld de renovatie van pleinen en straten, om zo die warmte in ieder geval met elkaar te verbinden. En wij gaan ervan uit dat een aantal van deze plots wel aan zullen sluiten, omdat daar al wel wat gesprekken hier en daar gevoerd zijn. En natuurlijk hebben we hier zeker een aantal vooruitgenomen investeringen gedaan. Om zo eigenlijk alles met elkaar te verbinden en gereed te maken voor groei. Ja, wat we zien eigenlijk met de koppeling van al die netten is dat met de warmtebaan, dat we voor 50% van de stad Enschede warmte beschikbaar hebben. En het is ook nog eens zeer duurzame warmte. Dus dat maakt het ook wel dat wij deze investering ook wel, verwachten. Niet voor niks te hebben gemaakt. Rond 2025, een groei van 8.000 naar 14.000 woningen. En wellicht al 20.000 woningen. Dus we zien eigenlijk ook wel dat korte termijn, zeker met het aardgas vrijmaken, flinke stappen genomen moet gaan worden. Ja, wat hier en daar wel moet gebeuren, wat ik al zei, WKK's die gaan worden uitgefaseerd op sommige plekken. Maar we zullen toch wel hier en daar backup en piekvermogen moeten plaatsen om te zorgen dat we onze leveringsplicht kunnen voldoen. Wij zijn natuurlijk vanuit de overheid altijd verplicht om warmte te leveren. Dus we moeten altijd een backup hebben. Maar wij zeggen ook, onze klanten staan voorop. Dus we proberen zoveel mogelijk duurzame warmte het gebied binnen te brengen. Maar mocht er een calamiteit zijn of toch een klimaat... issue, dat het toch even heel erg koud wordt, dan moeten we voldoende lokaal vermogen hebben om die warmte te leveren. Nou, wat we hier zien is onze routekaart naar CO2-neutraal. In het begin heb ik daar al wat over gezegd. Nou, we zitten nu in 2020, waarbij we zien dat we nu op zo'n 36 tot 40% CO2-besparing willen zitten. Nou, als je hier Enschede een plot, waarbij we zo'n 95% duurzaam zijn, zien we eigenlijk dat Enschede op dit moment echt voorop loopt op al onze warmtenetten. Maar dat komt ook omdat we heel duurzame warmte van Twents hebben. Waar we zeker naar kijken, ook in de toekomst, is ook alternatieve bronnen voor het warmtenet in Enschede. Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat de ondergrond is complex en nog redelijk onduidelijk wat daar zit. Als je praat bijvoorbeeld over geothermie-koppelingen. Het aantal duurzame bronnen in de regio is redelijk beperkt. Maar goed, we zijn wel aan het kijken van wat kunnen we als en natuurlijk daar in de toekomst mee doen om dat verder te verduurzamen. Wat verder in het plaatje ziet is met name het temperatuursniveau van de lijn die daar loopt. Ik weet niet of mijn cursor te zien is, maar we zien de temperatuursverloop van eigenlijk... dat warmtenet langzaam naar beneden buigen. Dat is iets wat we bij al onze netten proberen te doen. Daar zit ook een stukje in vanuit de woningen zelf. Hè. Woningen zullen geïsoleerd gaan worden. Wellicht lage temperatuurverwarming, waarmee je ook niet meer op zulke hoge temperaturen bij woningen aan hoeft te komen. Maar we zien ook een decrease, zoals dat zo mooi heet. Een afname van warmtebehoeften in de woningen. Door klimaatsveranderingen. Dat is iets wat we de afgelopen twee zomers al winters al hebben ervaren. Daarin zien we ook dat uiteindelijk de afname van warmte zal afnemen. En we proberen eigenlijk daar ook onze temperaturen op aan te passen door die dingen verder naar beneden te brengen. Om zo ook veel meer duurzame bronnen in te kunnen koppelen. Als je kijkt nu naar het warmtenet in Enschede, dan is die temperatuur eerst tussen 90 en 110 graden op het primaire net. Als je geothermie wil toepassen, dan zit je vaak op temperaturen zo rond de 70 of 80. Nou, daar zit nog een bepaalde speling in. En we hopen in de toekomst als en natuurlijk onze netten geschikt te maken voor duurzame lokale bronnen. Waarbij we uiteindelijk de efficiëntie van onze netten laten toenemen. En uiteindelijk ook die besparing naar 100% zouden kunnen brengen. Wat uiteindelijk ons doel is in 2040 om 100% CO2-neutrale warmte te kunnen maken. Dat was even mijn presentatie. Ik zal nog even kijken of ik het filmpje... tevoorschijn kan komen toveren. Dat geeft wel een mooi beeld van de impact van het maken van een dergelijk warmtenet in een dergelijk druk bevolkt gebied.
Nou, hopelijk geeft dat filmpje een beetje beeld van wat het inhoudt. Hè? Als je kijkt naar de leidingen en de impact om, zo'n leiding door het drukstedelijk gebied te brengen. Nou, dat hebben we dus voor de warmtebaan eigenlijk door de hele stad voor 8 kilometer om dit soort trajecten moeten begeleiden. Goed, Barry. Bedankt voor je presentatie. Ik zag nog een aantal vragen in de chat voorbij komen. Waaronder een... kijken, is er nog geen opslag voorzien? Komt het in een duurzame plaatje, de piekstook, niet? Hoe komt het dat het niet in de bijstand? De piekstook. Is er geen opslag voorzien? Ja, opslag. Kijk, een warmteopslag is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel in warmtenetten. Als voorbeeld, we hebben dat in Eindhoven, hebben wij afgelopen maanden 3 warmtebuffers geplaatst. In Eindhoven staat een kleine biomassacentrale. En we zien dat die biomassacentrale het liefst natuurlijk op een continue warmtelevering draait. Dus we hebben 3 warmtebuffers van onze installatie in Helmond, verplaatst naar Eindhoven, om de warmte van die biomassacentrale te bufferen. Waarbij we in de zomer zien dat we natuurlijk bepaalde piekvragen hebben in het net. En die biomassacentrale kunnen we nu op een constante temperatuur laten werken. Die warmte opslaan tijdelijk om die piek voor te bereiden. Op het moment dat de piekvraag komt, kun je deels uit je biomassa leveren en deels uit je buffers. Wat in Enschede het geval is, is dat we zoveel mogelijk natuurlijk baseload warmte willen leveren met biomassacentrale verbrandingslijnen en rookgasgassen. Maar dat we wel een enorm groot netwerk hebben met heel veel afnemers. Dus die warmte kunnen we over het algemeen redelijk goed kwijt. En daarbij hebben we overal, zeg maar, op strategische plekken hebben we hulpketels staan. Wat zou kunnen gebeuren is dat, nou, dat als we ons aandeel duurzaamheid nog zouden vergroten daar, dat een warmtebuffer daar wel een rol kan spelen. Omdat ja, eigenlijk wil je je biomassa oplossingen, je duurzame bronnen, niet uitzetten als die warmte beschikbaar is. Dus die wil je het liefst opslaan en op een ander moment inzetten. Alleen is het altijd de afweging van oké, hoeveel warmte kun je opslaan? Wat kost dat dan? En wanneer kun je die kwijt? En dan is ook de vraag van wil je die warmte opslaan voor een dag? Hè, dus om een dag-nacht ritme in een warmtenet op te vangen. Hè. Mensen komen 's avonds thuis, gaan douchen, zetten de verwarming aan. Dan heb je een bepaalde piek. Ook 's ochtends zie je vaak een bepaalde piek. Overdag zie je een dal. Eigenlijk zou je daar met dag-nacht-buffers een oplossing voor kunnen zien. Waar we ook op heel veel plekken naar kijken is seizoensbuffering. Dus dat je in de zomer warmte gaat opslaan die je in de winter kunt gebruiken voor een deel van je levering. Alleen dan praat je over grotere investeringen en dus ook grotere opslag. Ja, even kijken. Een andere vraag is, kun je iets zeggen over het rendement van het net? En hoeveel procent van de warmte gaat verloren met transport? Ja, dat wisselt wat. Dat ligt ook wel aan het seizoen. We hebben dat meegenomen in onze EOR-verklaring. Die zit op 600. Daar zit warmteverliezen zitten daarin. Wat we zien is dat, omdat het gaat nu om een heel groot primair net, dat de warmteverliezen nog redelijk aanzienlijk zijn. Zo ergens rond de 25 en 30 procent. En ja, dat zijn wel verliezen, maar als je kijkt naar een overal duurzaamheid, dan komt het netwerk toch wel redelijk duurzaam uit. Ook omdat we nou, heel veel warmte betrekken die anders naar de lucht zou worden afgegeven. Dus we verliezen wel warmte in ons warmtenet. En ja, dat zal ergens rond de 25 en 30 procent liggen, afhankelijk van hoe het seizoen eruit ziet. Oké. Okay. En welke temperatuur heeft het warmtenet op dit moment? En naar welke temperaturen in de net wil je in de toekomst gaan? Je ziet met dit soort netten dat er vaak gewerkt met de stooklijn. Dus dan in de zomer de temperatuur wat lager liggen dan in de winter. Het net zit ergens rond de 100, 110 graden in de basis. Als je kijkt naar het inkoppelen van geothermie, wat ik ook als voorbeeld gaf, dan zou je eigenlijk willen dat zo'n warmtenet op 70 graden zou zitten. Maar het nadeel daarvan is als je primaire net naar 70 graden zou brengen, dat je in je secundaire net nog wat lager temperatuur komt en dat je uiteindelijk bij de afnemers nog lager uitkomt. En één nadeel in Nederland is dat wij vastzitten aan legionella
besluit. Dus je zult altijd een bepaalde hoeveelheid warmte op je afgiftecent moeten kunnen leveren om ook tapwater op een veilige manier te kunnen produceren. Dus vaak berekenen we vanuit de woning terug naar de productie om te kijken naar wat is dan de warmte die je daar moet leveren. Daarbij komt ook dat je temperatuur nodig hebt om capaciteit te maken. Dus we hebben best lange leidingen in Enschede. Hè. 8 kilometer, wat ik al zei, gaat met de warmtebaan de grond en 200 kilometer aan leiding. Maar die warmte moet ook van Twents bij die afnemer terechtkomen. Dat betekent dat je je leiding een bepaalde diameter wil maken. En door die temperatuur te verhogen in die leiding, vergroot je ook de hoeveelheid warmte die je van Twents naar de bewoners kunt brengen. Dus je kunt niet meer zo de productie naar 70 graden brengen, omdat je daarmee eigenlijk een groot deel van je capaciteit verkleint in je leidingen. Nou, even de oplossingen daarvoor zou het sluiten van de ring zijn, waarbij je dus via twee kanten Enschede kunt bedienen. Dat zou ervoor zorgen dat je extra capaciteit hebt. Maar ja, waar we dus naar kijken is met name welke bronnen zijn er beschikbaar. Op relatief hoge temperatuur. Nou, dat zijn weinig bronnen. In Enschede zou je dan moeten kijken naar geothermie. Waarbij op 2 kilometer diepte het pas 70 graden is. Dus je moet dan echt heel diep om op geschikte temperaturen te komen. Ja. En de volgende vraag gaat eigenlijk meer over de sociale kant eigenlijk. Van hoe kun je particuliere wooneigenaren, als die willen aansluiten, hoe gebeurt dat? Of neem je die mee in het hele proces? Dat is een interessante vraag. Natuurlijk zien we dat onze voornaamste klanten woningcorporaties zijn of zakelijke aansluitingen, waarbij we de eindconsument leveren wel warmte aan, maar er zit in sommige gevallen ook nog een woningcorporatie tussen. Het aansluiten van particuliere klanten gebeurt nog erg weinig. Ons inziens te weinig. We zien ook echt dat dat landelijk een probleem is, omdat je vaak ziet dat één particuliere aansluiting is gewoon complex. Je moet met heel veel mensen praten, wil je een wijk van zeg maar 500 mensen aan kunnen sluiten. Waarbij je ook vaak ziet dat niet alle 500 die mensen tegelijk aan willen sluiten. Dus dat is een hele ingewikkelde opgave. En natuurlijk hebben we ook gezegd, nou, als wij deze groei willen bestendigen, en we willen ook echt die partner zijn in de energietransitie, moeten we ook voor die particuliere woningeigenaren een oplossing bedenken. En enerzijds is dat iets technisch, maar dat is niet veel anders dan het aansluiten van een woningcoöperatiewoning. Maar er moet wel een oplossing komen om die warmte vanuit het warmtenet die woning in te brengen. En te zorgen dat de verwarmingen aangesloten worden en het tapwater geproduceerd wordt. Maar anderzijds ook financieel. Om woningen op een warmtenet aan te sluiten, daar is meestal een bepaalde bijdrage aansluitkosten voor nodig. En we zien dat heel veel mensen die niet per se beschikbaar hebben om te investeren in warmte. Je hebt een bepaald vastrecht en een bepaald tarief. Nou, daarin zeggen wij, die is bij ons gekoppeld aan de ACM. De ACM zegt, dit is wat je maximaal mag vragen, je warmtevraag, voor je warmtelevering en voor je vastrecht. Dus, en natuurlijk hebben we gezegd, wij willen ons tarief daarop op enten en dan kijken waar wij op uitkomen met ons gemiddelde tarief. En die zit dit jaar zo'n 10% onder die maximale tarivering. Dus daarin zitten wij onder het niet meer dan anders principe. Dus eigenlijk wat je voor je gas betaalt. In de basis zijn wij daar 10% goedkoper op. Alleen om aansluiten op een warmtenet moet je wel een investering doen voor de leidingen door je tuin, om even zo te zeggen. En de koppeling op je woning. Nou, dan praat je over kosten die uiteen kunnen lopen. En wat we nu aan het kijken zijn, is hoe kunnen we omgaan met die kosten voor een particulier. Als je dat afzet tegen bijvoorbeeld een all-electric oplossing. Als je als particulier van het gas af wil, moet je bijvoorbeeld een luchtwarmtepomp aanschaffen. Dat is een apparaat, kost een paar duizend euro. Mensen hebben dat geld ook over het algemeen niet klaar liggen. Dus we zijn nu aan het kijken van oké, wat is zeg maar die stap naar van het gas los voor een individuele particuliere woning? Welke smaakjes zijn daarin? En kunnen we als N natuurlijk daar een oplossing voor bieden die voor die bewoner betaalbaar is? Goedkoper. Dat is wel ingewikkeld, maar we kijken er echt naar. Maar het moet in ieder geval betaalbaar zijn en de woner moet daar ook ontzorgd zijn. Dus als hij de stap maakt, dan moet hij ook echt voor het einde der dagen van het gas afblijven. En is daar ook een rol voor de gemeente om particuliere bewoners mee te nemen? Ja, wat we nu zien is, je hebt natuurlijk de proeftuin aardgasvrije wijken die nu in ontwikkeling is.
Vaak zien we dat toch wel dat dat op woningcoöperaties is gericht en dat dat makkelijk is als één aanspreekpunt voor meerdere bewoners. Maar we zien daar ook wel bewonersinitiatieven, zo lokale energiecoöperaties met particuliere bewoners. Daar speelt de gemeente vaak een faciliterende rol. Dus ja, voor dat soort initiatieven is het heel lastig om met al die bewoners afzonderlijk te praten. Maar als je die kunt verenigen in bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie, dan is het wat makkelijker om daar gezamenlijke afspraken mee te maken. En een gemeente kan daar faciliteren. Dus we zien ook echt wel dan de gemeente als een soort brug naar die bewoners. Waar wij nu ook wel zelf aan het kijken zijn, ja, ons aanbod naar die bewoners moet ook wel concreet en helder zijn. Van dit is wat we kunnen voor u. En dit zijn de alternatieven die u kunt gebruiken. En als we dan toch kijken naar de aanpassing in de woningen. Hoe hoog zijn de kosten dan ongeveer? Zowel binnen als buiten? Ja, die is moeilijk. Die is moeilijk te kwantificeren. Dat is echt een bandbreedte. En je kunt erbij denken aan een spreiding ergens tussen de 4.000 en misschien wel 10.000 euro. Er zit ook een bepaalde maximum in, maar het hangt heel sterk af van hoe dicht zit zijn woning op het warmtenet. Hoe groot is die aansluiting? Is het een vrijstaande woning, een rijtjeswoning of een appartementencomplex? Maar die spreiding, ja, die is echt heel erg hoog. Dus dat is echt een stuk maatwerk. Waar we wel naar kijken is van nou, dat vastrecht en dat tarief is gemaximaliseerd. En daar hebben we ja, een bepaald basistarief in gekozen. Maar die bak is echt een projectmatig element wat we ja, moeten afstemmen. Wat we ook wel zien is dat we met woningcoöperaties afspraken kunnen maken over de bak van bijvoorbeeld meerdere panden. Om die zo wat gelijk te trekken. Wat ik ook zeg, voor de particuliere woning zijn we echt aan het kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden om het voor bewoningen interessant te maken. En ik zie daar ook gelijk een vraag onder staan. Bij een LW, een luchtwarmtepomp, zeg maar, als concurrerend ten opzichte van aansluiting op een warmtenet. Ja, wat we eigenlijk zien is dat voor een bestaande woning een aansluiting op het warmtenet A, heel weinig gedoe levert. Want we krijgen warmte op relatief hoge temperatuur. Zo'n 70 graden op de afgifte set. Daarmee kun je tapwater maken en douchen. Zonder dat je laagtemperatuurverwarming hoeft toe te passen, zoals vloerverwarming. Mag wel natuurlijk. Dus de impact in de woning is redelijk beperkt. Ook de ruimtebeslag in de woning is heel beperkt met de afgifte set. Wat je bij een luchtwarmtepomp ziet is A, dat het veel ruimte in beslag neemt. En B, een laagtemperatuur afgifte is eigenlijk wel noodzakelijk om die warmtepomp goed rendement te laten draaien. Plus je elektriciteitsaansluiting moet ook nog aangepast worden vaak om het vermogen daarmee te kunnen leveren. Dus je ziet dat je dan toch wel een huis moet hebben met een bepaald volume en een bepaald energielabel. Om zo'n luchtwarmtepomp concurrerend ten opzichte van een warmtenet te kunnen maken. Omdat voor ons geldt dat hoe groter het kavel en hoe groter zeg maar, het huis, hoe duurder het is om zo'n huis aan te sluiten. Een rijtjeshuis is kortere afstand onderling dan bijvoorbeeld een 201-kamer. Hier een andere vraag. Waarom is de baan uit één deel en niet opgebouwd uit verschillende delen, waardoor je makkelijk kan monteren? Die snap ik niet helemaal. Maar wat we, misschien gaat dat over het filmpje, maar wat je op het filmpje zag was een gestuurde boring onder een kruispunt door. Dat betekent dat een boorwagen een gat maakt naar een bepaalde diepte en daarmee onder het kruispunt doorduikt. Vervolgens wordt er een leiding in één stuk onder dat kruispunt doorgetrokken. En dat is een voorgeïsoleerde leiding. Die is aan elkaar gelast en dichtgemaakt, dat er geen water in kan komen. Die wordt vervolgens onder dat kruispunt doorgetrokken. En dan vervolgens gekoppeld weer op de normale leidingen die in de sleuf worden gelegd. En inderdaad, die stukken in die sleuven, die worden per sectie aangelegd. Waarin bijvoorbeeld ook expansielussen gemaakt worden, worden aftakkingen ingemaakt. Dus we zien dat in de basis bouwen we vaak zo'n warmtenet op in delen. Ook omdat de straat niet in één keer open kan. Maar een dergelijke kruising, als je dan een gestuurde boring doet, dan wordt er vaak in één keer zo'n leiding onderdoor getrokken. En kun je ze in één keer flink wat meters maken. Kijk, ik zie nu ook een reactie verschijnen op jouw verhaal van de lage warmtetemperatuur. Als jullie temperatuur omlaag gaat over een tijdje, dan moet die aanpassing er toch komen?
Ja, wat je ziet, kijk, wat ik zei, het sluiten van de ring, daarmee zorgen dat je je capaciteit beter kan verdelen over Enschede. Nu komen we via het zuiden Enschede binnen en gaan dan omhoog. Als we via het noorden zouden kunnen koppelen, dan kun je via twee kanten. Dat betekent eigenlijk dat je capaciteit twee keer zo groot wordt. En dat zou betekenen dat je temperatuur je net naar beneden kan brengen. Alleen wat belangrijk is niet zozeer nog temperatuur, maar ook van welke temperatuur heb je bij je afnemers. Wat ik al zei over Legionella, punt, je moet wel die warmte kunnen garanderen bij die afnemers. Nou, een van die dingen wat we nu aan het uitrollen zijn over eigenlijk al onze warmteafnemers, is slimme meters. Waarbij we op elke afgiftset een slimme meter willen plaatsen om zo te kunnen zien hoeveel warmte er afgenomen wordt en ook wat de kwaliteit van warmte is. Hè, zeg maar simpelweg de temperatuur. Dat zou kunnen betekenen dat we, nou, nu hebben we simpel gezegd over het algemeen relatief domme netten. Er gaat warmte in, er komt warmte terug, dan weten we hoeveel er afgenomen is. En nou, om de zoveel tijd weten we een beetje van nou ja, wat de afnemers daarvan gebruikt hebben en wat we bijvoorbeeld aan verlies hebben. Wat we met die slimme meters willen doen, is dat we tot in de haarvaten van onze netwerken kunnen zien van hoeveel warmte vragen is en op welke temperatuur. Dat zou ook kunnen betekenen dat we op bepaalde momenten de temperatuur van het net kunnen laten zakken. Omdat we zien dat bij die afnemers die temperatuur nog meer dan voldoende is. Nou, daarmee ga je ook je warmteverliezen beperken. Want hoe lager de temperatuur in je netwerk, hoe minder verlies je hebt. En dan zie je dat zo'n net van relatief dom een echt smart grid wordt. Omdat je bij die klanten nou, inzicht krijgt in welke temperatuur is daar beschikbaar, wanneer wordt er warmte gevraagd. Moet je dan eventueel nog lokale buffers plaatsen op bepaalde plekken om dat te optimaliseren? En daarmee kunnen we dus eigenlijk dat net verduurzamen, maar ook optimaliseren als het gaat om vermogens en temperatuur. Dat is wel een belangrijk project. Oké. Ik zie hier nog een vraag over de mobiele warmtebuffers. Zou je daar een korte toelichting op geven? Ja, de buffers zijn even mobiel geweest. Die hebben in principe altijd dienst gedaan bij onze centrale in Helmond. Daar staan meerdere van dit soort buffers. Daar zijn drie buffers nu verplaatst naar Eindhoven. Die zijn daar wel permanent geplaatst. Dus daar moesten fundaties voor gemaakt worden. Vervolgens zijn het aanzienlijke objecten die daar vast neergezet worden om die biomassa-centrale zeg maar, beter in baseload te kunnen laten draaien. Dus het zijn die hebben natuurlijk geen mobiele buffers, maar vanuit een natuurlijk perspectief. Ja, hadden wij die buffer staan, dus konden wij ze nu verplaatsen naar een ander asset. Maar ik denk in de toekomst dat je steeds vaker ook zult zien dat er bij projecten warmtebuffers geplaatst worden. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met de elektriciteitsprijs en bijvoorbeeld de beschikbaarheid van duurzame elektriciteit. Als er veel windenergie geplaatst gaat worden in de toekomst, dan zullen er heel veel momenten zijn dat er veel stroom over is. Die stroom wordt niet direct gebruikt. Wat wij dan willen doen, is eigenlijk die stroom omzetten naar warmte. En die warmte dan tijdelijk bufferen in onze buffervaten. En daarmee kan ons warmtenet dus ook eigenlijk een deel van die onbalans in het elektriciteitsnet oplossen. Nou, dan zien we dat we dus eigenlijk die duurzame elektriciteit kunnen omzetten naar warmte. En die later dus kunnen inzetten in onze warmtenetten. Dus ja, ik vermoed dat bij heel veel van onze assets binnen nu een 10 jaar heel veel van dat soort buffervaten geplaatst gaan worden. Hoe zien ze eruit, zie ik? Ja, het zijn in principe gewoon hele lange ijzeren torens met daaromheen isolatie van enkele meters hoog. En daarin wordt warmte geplaatst. Het liefst redelijk smal en hoog, want die buffers zijn dan ook een soort van gelaagd. Dus bovenin zijn ze warm en onderin zijn ze relatief koel. Tot slot had ik zelf eigenlijk ook nog een vraag. Ik zag op jullie website dat je ook een postcode-check kan doen. Zou je daar misschien kort iets over kunnen vertellen wat je precies kan doen en wat je eruit krijgt? Ja, we hebben een postcodecheck. Daar zijn we ook echt wel nog aan het ontwikkelen. Maar wat we daar eigenlijk bij willen, is dat we als mensen geïnteresseerd zijn in warmte, dat ze via die postcodecheck kunnen kijken van oké, is er warmte bij ons in de buurt of is er warmte gepland bij ons in de buurt? En dat vraagt nog wel even wat aan ons als het gaat om van zijn er dingen gepland? Maar wat je hiermee dus nou, zou kunnen doen, vergelijk het even met gaslicht.com. Nu kun je op gaslicht kijken van nou, wat is voor ons de ideale energieleverancier in gas of elektriciteit. Ja, wat wij met die postcodecheck willen doen is van nou, vergeet niet dat er ook heel veel gebieden zijn waar warmte is en waar warmte gaat komen. Omdat
eigenlijk in het klimaatakkoord wel opgenomen is dat een heel groot deel van onze woningen, zeg maar zo'n 600.000 in 2030 uit mijn hoofd, op warmte komen, op stadswarmte. En dan helpt het als je op een postcode kunt checken, hey, is mijn woning of mijn bedrijf vlakbij een warmtenet of staan hier toekomstig warmtenetten gepland? Waarmee dus ook je investering in bijvoorbeeld je gasketel of vervanging of andere zaken daarop af kunt stemmen. Dus voor ons is dat eigenlijk een manier om mensen te helpen om een afgewogen keuze te maken tussen bijvoorbeeld een all-electric oplossing of nog even wachten op een warmtenet. Of juist als mensen zich melden met een initiatief, bekijken of lokaal een warmtenet zouden kunnen ontwikkelen. Ja. Barry, nogmaals dank voor je presentatie. Gezien de tijd wil ik wel echt gaan afronden. Dus mocht er nog echt brandende vragen zijn, dan kunnen ze die ook naar mij sturen. Dat is, mijn e-mailadres is derksen@kiemt.nl. En dan zal ik deze doorsturen naar Barry. Ik wil tevens ook even dit moment pakken om nog even de andere kennissessies aan de aandacht te brengen. En dit is de volgende reeks. De eerstvolgende staat gepland op 28 oktober. Gaat over de lokale verwarming met biomassa. En het zal tevens ook weer een Duitse gastspreker zijn. Vergeet je niet aan te melden. En dan graag tot een volgende keer.